met je ark? Met mijn ark, nog steeds met mijn ark. Daar zitten we dan weer, hè, Karim. Op de oude vertrouwde extra bak. Oh, dat gaat natuurlijk nooit zo. Een soort van elke vrijdag terwijl is dat gaande. Kapot wordt geschoten. In Black Ops. Ja. Je wilde dat vertellen, Shelly? Ja, ik weet niet wat je wil vertellen. Nee, we hadden elke vrijdag hebben een beetje het ding dat we nooit zo goed meer weten wat we moeten vertellen in Game Kings Extra. En vandaag is het weer zover. Maar sowieso straks van 4 tot 6 livestream. We gaan de nieuwe DLC maps van Call of Duty spelen. Eclipse. Heb ik zin in. En Gears of War 4. Ik ben alvast weer even aan het oefenen. En Gears of War 4. Ja, je zei net tegen me dat je het een beetje lelijk vond. Ja, ik vond het een beetje lelijk. Het is grafisch nog niet geweldig. Dat kan natuurlijk liggen dat het een beta is. Ja. Dus daar wil ik nog niet te veel conclusies aan verbinden. Maar het viel wel heel erg op. Dus straks niet allemaal die Twitch-chat van wat een lelijke game. Geef het een kans. Ja. De gameplay is wel goud. Blijf ik vinden van Gears of War. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb nog nooit eerder een Gears gespeeld. Ja, ik heb het wel eens gespeeld, maar ik had geen Xbox 360. Oh, 360 heb ik uitgewoond, Gears of War. Ja. Er is ook nog een monoloog over gehouden in de camera toen het hier gebeurde. Toen hier de extra had opgenomen. Nee, ik wou het even hebben over Amaze. Want onze grote vrienden Jelle, Emiel en Boris, die zijn daar nu. Die zijn een beetje indie games aan het kijken. Berlijn, en ik zat aan het kijken wat voor games je daar kan spelen. Ik dacht echt, hoe kom je erop? Wat is het dan allemaal? Een soort van genital game. Het is echt heel weird. Hele weirde shit. Dat zijn ze gewoon aan het doen. Genital game. Er zijn Emiel's gewoon uitleggen. Ja, ik zag foto's voorbij komen dat je een soort van dildo als controller had. Dat was er gewoon. Ik heb het gezien. Waarom? Iemand liet me dat zien. Was het Emiel die het heeft op Twitter heeft ja, gezet? Ja, maar natuurlijk heeft Emiel dat op Twitter gezet. Dat moet wel Emiel zijn geweest. Ik zag zoiets ergens voorbij komen. Dat is toch de natte droom ook van Emiel? Ja, tuurlijk. Vorig jaar kwam hij met soort van met dat controllertje en dan zei hij van nee, Boris, je ging met vroeger op dit opzitten. Ja, dat was ook op een meisje. Precies, en nu heeft hij dus echt, kan hij echt een dildo aan een Boris geven of zo. Ja, ik vond het gewoon even belangrijk om dit te vertellen in een extra, weet je. Ja, dit is content voor een extra. Dit is nice. Nee, ik zat even door die lijst met games te kijken. En ik wil nog niet alle weirde shit zetten, want dat is natuurlijk ook leuk voor in de aflevering zelf, maar... Oh, jezus. Dildo's als controller. Genitals game. Oh, maar nu begint een soort van... De spanning bij de indies weg te gaan en nu gaan ze echt lol maken met hun games of zo. Ze gaan geen lol maken. Ik denk dat nu de volgende missie is gewoon de weird mogelijke shit maken. Zo weird mogelijk. Ja, omdat het dan misschien verkoopt of zo. Omdat het want we hebben nu het pixel gebeuren gehad. Ja, daar ben ik er helemaal zat van. Ik ook. Dus het is tijd voor wat anders. En wat doe je dan? Ja, porno, seks. Ja, dat is dan meestal gauw waar het heen gaat. Ja. Nee, want Boris die was er naar vorig jaar en die snapte er geen kut van wat er in hemelsnaam gebeurde. Ja, nu wel. Ik vraag me misschien af of hij het nu opeens wel snapt. Maar ja, dat misschien valt het allemaal op zijn plaats nu. Ja. Je weet het niet. Ik weet het niet. Wat we ook nog wel even kunnen zeggen, net als tv-aflevering. Maandag is gewoon fucking Game Kings terug. 10 voor 10, Spike TV. Op je beeldscherm. Op je beeldscherm. Night, je kan me heel vaak zien vallen. Nog vaker dan dat ik in de webitems ben gevallen. Van extra takes, van nog meer vallende Shelly. Als je denkt dat je alles hebt gezien, ik ben nog vaker gevallen. Ja, dat je hier nog zo heel zit, joh. Ik kwam ook gewoon heel terug. Het was ook wel heel leuk. Ja, je wilt terug, hè? Dat zeg je altijd eens ook. Gewoon elke keer, maar ik had de aflevering al even gekeken en ik wil weer terug. Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Ja, 10 voor 10, Spike TV, maandag, hè? Ja. Weer. Dus we zijn 25 weer terug op maandag. Zet het in je agenda. Ik zei aan het einde van de week vrijdag, zei ik het ook, dat de gamepjes op Spike zou komen, maar toen, ik wist niet of ik mocht zeggen welke aflevering het was, maar dus bij deze. We gaan het echt nog heel vaak herhalen. Ja, dat het Nine Nights is. Ja, dat is nee, ook dat we weer terug zijn. Ja, maar dat is ook 17e seizoen alweer. Dat is een goed ding. Vet. Zo. 17e seizoen. Ja, we zijn nu weer in de lucht. Maar we waren een soort van, hoe oud waren wij toen het fucking begon? Game Kings. 8? 9? 10? Zoiets? Ja. Dat is toch sick? En nu zitten we hier. 17 is, en nu zitten we hier. 17 is weird. Ja, dat is toch vet. Ja, dat wilde ik even zeggen. Dat was nice. Goed verhaal. Ja, zijn we nou weer klaar met de lucht? Ik heb een brownie. Oh, een theetje. En ik heb niks spelen. Ik heb een Xbox controller. Maar ga jij Call of Duty spelen? Ja. En dan ga ik het anders doen. Goed verhaal. Ja, hè? Lekker kort, hè? Ja, hè? Nou, doe jij, jongens. Later.